een hele eer om hier aanwezig te zijn. En natuurlijk moeten wij de opening van de vernieuwde koelfaciliteit voor vis en vlees in perspectief plaatsen. Want als u dat niet begrijpen wat het betekent, dan gaat u ook niet begrijpen, namelijk die ontwikkelingsrichting die we als land voorstaan, de plaats van de agrarische sector, ook de plaats van een koelfaciliteit. In samenwerking met onze vrienden, nationaal hebben we de wet al goedgekeurd, NIFS-wet. Nationaal zijn we bezig op het ministerie capaciteit te versterken, dat al onze producten die bestemd zijn voor export ook goedgekeurd kunnen worden. Het certificeringsproces dat onze bedrijven ook die certificaten halen om te voldoen aan de internationale standaarden en procedures, zodat de bedrijven kunnen exporteren en onze producten toegankelijker worden op de wereldmarkt. Dat is de richting die we opgaan. Minister, we hebben net geopend in Saramaka een trainingcentrum. Dat jongeren getraind kunnen worden om in die agrarische sector te gaan, om professioneel landbouw te kunnen beoefenen. Samenwerkingsafspraken die nu uitgewerkt worden op basis van public-private samenwerking. Om ook de veeteeltproductie hier ter hand te nemen. En dat is de richting die we opgaan. Samen met het bedrijfsleven. Public-private. Je hoeft niet als overheid alles te doen. Maar als overheid moet je de randvoorwaarden creëren. Als overheid moet je die faciliteiten creëren. Om te zorgen dat de private sector goed kan inspelen. En dit is dan hier het voorbeeld van de vernieuwde en uitgebreide gekoelde vis- en vleeshal. Initiatief van de markt, Kisosing Landbouwmarkt, waar heel wat personen betrokken zijn. Met betrokkenheid van de Japanse ambassade, met betrokkenheid van het ministerie, om te zorgen dat voedselveiligheid en voedselzekerheid hiermee bevorderd wordt. En dit is de plaats die dan de hal vandaag inneemt. En ik wil alvast alle personen bedanken die een bijdrage hebben geleverd tot deze gerenoveerde, hernieuwde vlees- en vishal. Mijn dank daarvoor. En let me address also the Embassy of Japan, who is a partner and also a supporter of this project, Mr. Hanawa, representative, First Secretary. I have the honor and privilege to say also a few words on these auspicious occasions at the opening of the renovated and expanded refrigerated fish and meat hall at the Stichting Kisunsing Landbouwmarkt. And the government of Japan ought to be commended for its contribution to grassroots human security projects as a guiding principle of Japan's aid and assistance to developing nations around the globe, thereby contributing towards the basic principles of multilateralism. It should be accentuated that both our governments maintain fruitful cooperation since the establishment of the diplomatic relation decades ago. We jointly strive to bring our existing ties to a greater heights. I'm looking forward to the arrival of your ambassador over here to have good discussion, but also to identify new projects. And as we know, we are facing the post-COVID-19 challenges. And I went to Japan in another capacity in the past, and I know what food security means for the Japanese people. Here is Suriname. Let me identify joint projects for the food security in such a manner based on a win-win principle where your people can benefit, but also our people, our business people can benefit also. We are open to talk with you on such kind of projects. Let me also address that we have trust in the bilateral relation, and sure, we have to continue to express our willingness to strengthen, to expand, and to deepen
further the relation between Suriname and Japan. Thanks for the support. Hiermee wil ik dan de nieuwe hal als geopend verklaren. Gefeliciteerd aan ieder. Gefeliciteerd Mark. Gefeliciteerd Wanika. Gefeliciteerd Suriname. God bless you. Thank you. Excellentie, vandaag is hier op het stichtings Kisun Silangomarak een gekoelde vis- en vleeshal geopend. Gaat het om een grant van Japan? In welke constructie is dit precies gebeurd? Ja, het is inderdaad een grant van Japan geweest. U weet, vanaf de oprichting van de markt hier hebben ze een hele ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn gaan uitbreiden, ze hebben gemoderniseerd, hallen zijn vernieuwd. En de rit hier naar te missen. De paden zijn allemaal verhard. En nu was het tijd om te voldoen aan de moderne en de internationale regels. Dat te maken met voedselveiligheid. Dus vandaar dat die hal is opgezet op initiatief van het bestuur van de markt. En Japan is toen hun tegemoet gekomen met een grant van, ik begrijp, iets van 110.000 Amerikaanse dollars. Ja, het is altijd positief om een gekoelde ruimte te hebben voor je producten. En het is natuurlijk ook bevorderlijk om je voedselgezondheid te kunnen garanderen. Maak er gebruik van, want kijk, je vlees en vis is verser, die blijft langer vers. Dus het verouderingsproces, dat wordt vertraagd met die koeling dus.